Gisteren was het Wereldvluchtelingendag. Vluchtelingen dronken koffie met voorbijgangers om ze op die manier wat beter te leren kennen. Wat vinden Arnhemmers van dat initiatief? Drinkt u wel eens een kop koffie met iemand die u misschien nog niet zo goed kent? Jazeker, met de buren. Ik was gisteren in Den Bosch en ook wandelen in een bos. Ja. Maar ik heb daar geen vluchtelingen gezien. Dus in dit geval heb ik er niks van gemerkt. Maar ik blijf erbij, vluchtelingen zijn welkom. Dat vind ik hartstikke mooi. Goeie initiatief. Dat vind ik een heel goed initiatief. Er moet eigenlijk meer gebeuren. Ja, ik vind het wel leuk. Ja? Ja, waarom niet? Wat is er leuk aan? Ja, leer je andere mensen kennen, toch? Waarom zou je het niet met iemand op de koffie gaan? Drinkt u zelf wel eens iets lekkers met iemand die u nog niet zo goed kent? Nou ja, ik ben net overgestapt naar een andere baan. Dus dan drink je met heel veel andere mensen die je nog nooit hebt gezien. Dus dat was al spannend. Maar nou, niet echt per se. Nee. Nou, zeker. Ik woon in Velp-Zuid. Ja. En dat is ook een bepaald soort wijk. Ja. En daar ga ik met de mensen om die dus nodig hebben om mee om te gaan. Omdat ze eenzaam zijn of het een of ander probleem hebben in het leven. En die koffie, vindt u dat het goede middel? Een middel. Een middel. Ja, prima. Ja. Want ze zeiden, nou dat is typisch Nederlands, hè? Bakje koffie doen. Bent u het daarmee eens? Ja, prima gezellig idee. Ja. Een bakje koffie? Of een bakje koffie. Thee mag ook. Mag ook, ja zeker. Ja. En koffie helpt daarbij? Nou, in ieder geval, dat is wel een begin, hè. Maar help daarbij, dat wil ik niet. Het is een bijdrage. Het is ook een beetje typisch Nederlands, toch? Ja. Bakje koffie doen? Het kan gewoon een kopje thee zijn ook, hè. Ja? Wat vindt u nou typisch Arnhem? Nou, is toch koffie. Gewoon koffie? Gewoon koffie, koekje erbij. Hebben we nog een Arnhems koekje? Ja, Arnhems meisjes. Ik heb wel eens gehoord Arnhemse meisjes, maar meer weet ik er niet van. Ah, en zijn dat dan de meisjes of is dat een koekje of zo? Ja, ik denk het laatste, ja. Koekjes.